Hey. Zijn we dan weer in iets wat ik nooit doe, Roeveen. Het is heel origineel op mijn kanaal, ik weet het, ik doe het nooit. Ja, jullie vinden het allemaal wel heel leuk, dus jullie mogen niet zeuren. Maar goed, dan zijn we weer. We gaan vandaag... ik sta bij Henkie's huis, dat je denkt van... wat? Henkie's huis? Ja, ik ga even een kleine recap vertellen over wat er gebeurd is in mijn stream. Jullie kennen Loey, misschien wel van mijn video's. Mijn witwasser, weet je. En Appie, die kennen jullie van mijn streams waarschijnlijk. Ik... Makkers de plakkers hebben Loey en Appie, of heeft Loey en Appie, boos gemaakt met een incident. En nu willen ze me allebei dood hebben. Wat wel gezien kan worden als best sad. Help. Dus ja, we moeten heel even naar de impound mijn auto ophalen. Of we pakken gewoon deze auto hier. En dan gaan we even kijken of we een beetje vrede kunnen krijgen met Loey om hem te duwen. Ik ga jou niet duwen. Dus weet je wat jongens, ik heb Loey's nummer. Ik ga hem bellen. En ik ga gewoon vragen... hoe het met hem gaat. Ik ben misschien wel toch een beetje bang. En wat voor reactie ik krijg van hem. Maar we zijn dikke vrienden met Loey. Dat komt helemaal goed, joh. Niks aan het handje. Hij neemt niet op. Oh, dat vind ik verdrietig. Maar je hebt gewoon vier stoelen erin zitten, joh. Ja, joh. Alleen je kan er niet op zitten, helaas. Ja, dat is... Jouw houdt ze liever schoon. Ja, daarom. Dat vind ik makkelijker. Ja, mooie witte stoelen. Ja, daarom. Dat wil ik niet dat mensen... Kijk, naast me dat kan prima, maar achter, joh, nee. Ja, die is ook helemaal bruin daarnaast je. Ik weet ook niet wat mensen achterlaten daarom, maar... Waarom heb je een caravan? Daar woon je in. Kamperen, de bergen in en zo. Kamperen in de bergen. Ja, ben aan het wachten op iemand, snap je? En dan gaan we kamperen. En dan gaan jullie kamperen gewoon vet random? Yes, we gaan gewoon de berg in. Althans, tot waar het mogelijk is. En dan zetten wij de camper dan neer. Oké. Okay. Kan ja, deze man praten of niet? Ja. Sportwagen. Ja, hallo. Zo. Wie ben jij dan? Wie vraagt het? Kan het kloppen dat jij Roy bent? Wie ik? Aangenaamd, Roy Hunt. Troy of Roy? Roy Hunt. Erik, ga er vandoor, rijd de ballen. Hey, veel plezier met kamperen. Ja, moet je even een aandeelwagenrijbewijs gaan halen? Ja, moet denk ik in het algemeen zijn. Überhaupt een rijbewijs. Ja, exact. Ik kan er beter mee rijden dan heel die stamboom samen, jongen. Dan heel wat? Dan heel die stamboom samen, kent je? Nou, dat zegt misschien meer wat over je stamboom dan je over je eigen. Ik wou dat zeggen, dat zou inderdaad misschien wat meer over je stamboom zeggen. Ga maar gewoon lekker kamperen, joh. Precies. En wat sta jij op mijn auto ineens? Wat doe je? Ik sta gewoon op een auto. Ja, niet op een auto, je staat op mijn auto. Maakt mij niet uit. De auto. Oh jee. Ik doe wat ik wil en niemand kan iets doen. Want als ik mijn vinger in je neus steek? Dat zou ik niet doen als ik jou was, dan lig je hier meteen op de grond. Oh. Nee, oh, niet doen. Oh, oh. Kom, we kunnen het al proberen. Kom op, jullie zijn toch mannen? Hij laat het ook één. Toe. Hey jongens, 3-1. Ja, pak hem. Pak zijn neus. Pak zijn neus. Zo! De enige die niet zijn vinger uitsteekt, oh, no. Krijgt de klap. Ik heb een vraag, mag ik mijn vraag stellen? Ik doe hem met z'n meneer. Ik stop hem in je neus. Oh, oh nee. Roy. Ja. Je hebt vast wel een beetje contact met Loey. Ja. Zeker. Kan jij hem voor mij bellen? Misschien neemt hij bij jou wel op. Wacht even, ik ga even kijken als ik mijn überhaupt in mijn telefoon heb. Ja, je pakt, prik hem in zijn neus. Ja, precies. Ik kan niet meer weg. Kut. Hey, je bent kaal. Ja, kaal, weet ik. Bad. Ik weet het. Kale koppen niet te stoppen, joh. Wat een kale bot, jongen. God, verdomme. Even stil blijven staan. Hoezo? Moet even een doekje over de kale hoofd halen. En dan glast hij weer mooi. Kijk eens aan. Want ik bukkel even voor hier. Zo. Kijk die glans weer helemaal mooi in het zonlicht. Dat er nog niet helemaal is, maar dat maakt niet uit. Dat komt wel. Zo shijnt hij wel zo meteen weer mooi, hè? Ik heb een vriend van mij gesproken. Ja? Ik heb gehoord dat Loey in de ambulance ligt. Hij ligt in de ambulance? Dus ik denk dat die ding aan het beste is dat je dan naar ziekenhuis kan. Het ziekenhuis gaat. Nou, dat ga ik doen. Ga ik gelijk doen. Hey, kijk, met je mee. Ik heb niet zoveel te doen. Ja, prima. Ga maar mee, hoor. En hoe gaat dat met jou? Wat voor werk doe jij dan? Nou, meestal gewoon goede zaakjes waar ik uiteindelijk Loey mee kan benaderen. Alleen is er een groot misverstand geweest. En nu is Loey boos op me. Ik help je wel. Het is wel een maatje van mij. Ja? Ja, ik wil me wel. Echt goed nee, pakken, dat gebeurt zeg maar. Niet. Dat gebeurt niet. Ik help je daar wel mee. Ja? Ja, ik help je wel. Ik ben benieuwd, joh. Ik weet het niet. Hallo? Hey, Loey. Oh, weg. Hoezo? Loey, wat is er gebeurd? Fuck you, bitch. Ja, hij is nog steeds boos. Doe maar rustig. Hij is nog steeds boos. Blijf hier, we wachten. Nee, jongens, we wachten even op Loey. We hebben hem gevonden. Ja, kijk eens wie daar loopt. Hij gaat weg. Loey! Hey, Loey! Wacht eens, kom eens joh. Loey. Wat? Goeie. Wat is er de... middag, hè? Oh. Lekker man. Waarom is die guy mee? Loey, kom. Waarom is die guy mee? Loey, kom eens, mag ik jou even voor een minuutje spreken? Loey. Ja, wat? Wat is er gebeurd tussen jou en hem? Ja, dat hoef je niet te weten. Nou, ik heb een stukje gehoord. Nou, dat zijn je zaken niet dan. Jongen, je kan toch een beetje rustig aan doen? Nee, jongen, niet met hem. Hoezo niet, joh? Dat is toch gewoon. Ik ben nu per direct van de dam, jongen. Hoezo? Kom.
Hij is boos, hè? Hij is zeer boos. Hij is echt boos op me. Hallo meneer. Ja, hallo. Ik ga er vandoor. Mag ik heel even uw idee bij zien? Mijn idee? Ja. Oh ja, zeker. Prima. Zo. Geef idee, tuurlijk. Alsjeblieft. Max, wat is de reden? De collega aan het signalement van ons in het systeem. Komt gewoon een beetje bekend voor. Oh, kan prima. Ik zie wel eens vaker mensen met deze kleding lopen. Ja, dat weet je taal. Zou je alstublieft even uw handen daar tegen de steenwand aan willen zeggen? Zetten. En dan gaat je fouilleren? Of? U bent bij deze aangehouden. Hoezo? Wacht eens even. Rustig aan, hoezo? Is dat nog een verzoek tot voor u open, meneer? Oh. Oeh, dat was kut. Ja, joink, ik het aanhouden, dat ga ik zeker niet doen. Crap, dat ging net al goed. Oh, ik haat achtervolgingen, ik vind het echt vreselijk. Achtervolgingen zijn vreselijk, jongens. Echt, oh, mijn benzine is leeg. Ja, crap, mijn benzine is leeg. Oh, jongens. Vreselijk, de benzine is leeg. Ik moet hun volgen. Zij moeten me even saven. Ik weet niet wat dit voor locatie is waar ik nu ben. Oh, wat crap. Loie, dit is je moment om het te helpen. Laat maar alsjeblieft instappen, we praten het uit. Staan blijven. Ah, Loie, laten we het uitpraten, alsjeblieft. Pak hem maar. Oké, jongens, het moment. Ah, oh, waarom is hij sneller? Crap. Staan blijven of er zal geweld gebruikt worden. Prima. Handen laten zien. Ja, prima. Hey, kijk wat hier met die auto's gebeurd nu, agent. Kijk wat hier gebeurt. Karma, jongen. Karma. En karma komt nog harder aan. Meneer, dit is een letterlijke bedreiging. Dank u wel, heren, voor het helpen. Alsjeblieft, goed gedaan. Goed, jongen. Nice. Oh, nice. Ja, jongen, ik kreeg nog veel meer. Meneer, dat is niet echt slim, hè, dit. Nee, joh, maar ben je vind je het gek met die gasten daar? Weet je wie dat zijn? Nee, dat weet ik niet. Nou, dat zijn Loie en zijn groepie. Oh, Loie VM. Ja. Ik zet u heel even voor u. Vindt u het erg als ik uw auto heel even... Ja, hij is leeg. Dat is het kutte, hij was leeg. Mijn auto, die was leeg. En Loie, die helpt die agent ook echt. Oh, wat vreselijk eigenlijk. Maar wel heel leuk. Vreselijk eigenlijk dat het zo uitkwam. Dat is niet slim, hè? Een ontsnappingspoging wagen terwijl je auto leeg is. Ja, ik had niet door dat hij leeg was, joh. Dat is echt helemaal mijn fout, inderdaad. Hoe heet u? Ik ben Henk-Jan Mulder van de politie. Henk-Jan Mulder. Nou, meneer, u heeft recht op een advocaat. Als u deze niet kunt voorloven, zal het dan een momentje voor kunt wijzen. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. U bent niet het antwoord verplicht op de vragen die u stelt. Als u het Nederlands staat, eerst kunnen we het ook veel regelen. Begrijpt u dit? Wilt u ook weten waarvoor u bent aangehouden? Vluchten, denk ik. Ook. Waarvoor ben ik aangehouden? Illegaal parkeren bij de ambulance? Nee, daarvoor niet. Er stond nog een verzoek tot voor u open. En wat was de reden daarvan? Ik ben wel benieuwd. Ga ik zo voor u bekijken. Maar okay. Ik wist het toevallig nog. Ik vind het wel leuk dat ik aan ben gehouden. Het is voor Loie zijnde, zijn point of view is dat echt amazing. Dus dat vind ik oprecht gewoon leuk. Loopt u rustig mee of moet u ja, prima. Aanpakken? Nee joh, ik kan nu wel wegrennen, maar dan struikel ik denk ik met die handen op mijn rug. Hoe ben jij trouwens zo snel heen net? Jij doet volgens mij aan cardio of zo. Ja. Ik zat voor mijn leven. Veel mensen voor je wegrennen. Ik kan het zeggen, ik ren voor mijn leven joh, maar jij bent veel sneller dan ik. Mag ik die eerste cel hier? Dan heb ik altijd nog een beetje contact met mensen die langslopen. Top. Ja, handen tegen de rug, tegen de muur. Wacht tot jij er buiten bent, dan draai ik hem pas om. Dan gaan we. Dan ga ik even zoeken voor wat u precies was. Daar gaan we. Voor nog aangehouden moest worden. En dan zal het sowieso ook nog voor de vlucht voor de politie extra code zijn. Ik had gewoon moeten blijven staan, kut, sorry. Nou, ontvoering, ambtenaar in functie en vluchten voor de politie. Ik word gebeld. Neemt u maar even op, ik moet even. Ja! Dit vind jij mooi, hè, natuurlijk, dit. Nee. Maar het was echt groepsdruk, sorry. Groepsdruk? Ja joh, sorry man. Ik wou het echt niet doen. Hoe bedoel je groepsdruk? Ja, ik wou je niet laten oppakken, sorry. Ja, maar mag... Nee, ik dacht dat is toch juist een logische actie van jou. Jij was boos op me. Nee. Maar we willen dan even afspreken om het goed te maken. Ja, dan moet je even wachten. Ik denk dat ik even een tijdje naar de gevangenis ga. Ik heb nog een paar dingen op mijn naam staan. Hij zei al ontvoering van ambtenaren functie, dus... Ga je dan doen. Even... stuur dan een berichtje als je vrij bent, oké? Dan kunnen we even vrij praten. Ben. Kom je wel alleen, want ik ken het. Je kan ook mannetjes meenemen en me neersteken of doodschieten.
Ik kom alleen. Ga je echt niet dan verminken of zo? Nee. Echt niet? Nee, serieus niet. Ik kom gewoon even goed praten, kunnen we weer zaken doen, witwassen, etc. Ik vertrouw je, oké, top. Yo. Yo, dankjewel. Heel raar ineens. Nou meneer, u bent ook aangehouden voor 2 maal vlucht voor de politie. 2 maal? Ja, 2 maal. Okay. En ontvoering, ambtenaar in functie. Weet u nog wanneer u dit heeft gedaan? Nee, want ik heb het niet gedaan. Wil u dan een verklaring afleggen waarom u het heeft gedaan? Waarom ik wat heb gedaan? Ja, nou ja, we hebben genoeg bewijs dat u een ontvoering, ambtenaar in functie heeft gedaan. Daar mee heeft gedaan. Oké. Dus ja, heeft u daar een verklaring voor of niet? Ik heb helemaal niks gedaan, dus ik heb ook geen verklaring, helaas. Heeft u ook geen verklaring. Ik heb wel gevlucht, daar kan ik niet zoveel tegen doen, want dat heb je gezien. Ja, nee, dat is waar. Ik kan ook wel zeggen dat ik in 1 keer haast had of zo. Nee, dat zo een beetje zo slecht moest zijn. Ja, je zal de volle celstraf moeten zitten. 30 maanden. 30 maanden? Ik hoop dat u dan nog genoeg tijd krijgt. Ja, dat komt helemaal om goed. Te leren van de fout en überhaupt na te denken goed. Wanneer u het heeft gedaan. En dan ga ik u uiteindelijk nog een hele fijne dag wensen. Nou, hetzelfde. Dat vind ik een beetje tegenstrijdig nou weer wat je doet. Ja, eerst stuur je me naar de gevangenis en dan wens je me nog een fijne dag. Ja, ik wens je wel een fijne dag. Alleen, ja, het is een beetje uw eigen schuld, hè. Want 30 minuten zit ik een half uur in de gevangenis. Een half uur. Dan wens ik u nog voor de rest nog een hele fijne dag weer. Ja, jij ook een aankomende... Ja. Tot over 30 maanden, we drinken er een biertje op. Over 30 maanden zie ik u... Gaan we er een biertje op drinken? Ik vind het prima, hè. Top, dan gaan we er een biertje op drinken als ik er vrij ben. Nou, daar zijn we dan. Makkers van Plakkers zit voor 30 maanden in de gevangenis. Ontvoering, ambtenaar, functie, vluchten voor de politie 2 keer. Nou, ik heb natuurlijk nog veel meer gedaan. Veel meer overvallen, maar die zijn natuurlijk allemaal weggekomen. Daar hebben ze niet genoeg bewijs van. Maar dit... Ja, helaas. Het zat eraan te komen. 30 minuten. Een half uur in de gevangenis. En daarna gaan we met Loey afspreken. Weet je wat ik dan zeg? Ah, lekker puh. Dat is in de volgende aflevering. Abonneer. Maar abonneer, like de video. 2000 likes dan. Volgende episode ga ik met Loey afspreken. Gaan we kijken of hij boos op mis gaat. Kijken of hij hem echt gaat vermoorden. Of dat hij echt zei groepsdruk. En dat het echt zo was. Dus dat is helemaal aan jullie. Spreek je de volgende keer. Tot de volgende keer.